Een Nederlandse thriller. Live geregisseerd door jou via Twitter. Wij luisteren naar jou. Pak de regie. Dat je zo snel gekomen bent. Alles staat vooraan. Het Nederlands Filmfestival wordt aangekondigd door een tv-commercial waar nietsvermoedende voorbijgangers een enorme filmset worden opgeslagen. Ik schiet er naar het bouw! Doe je best. Voor je het weet, zit je er middenin. In 2012 gaan we een stap verder. Nederland krijgt de controle over een thriller. Sarah! Tijdens een 90 minuten durende filmshoot, live te volgen op het themakanaal van UPC en op filmfestival.nl, kan iedereen via Twitter regieaanwijzingen voor de acteurs instellen. Een gigantische crew van 150 man bouwt de locatie. Een band met topmuzikanten, waaronder Faye Lofsky, speelt achter de schermen live met iedere scène mee. De acteurs worden zoveel mogelijk voorbereid. Technisch alles klopt. Dit wordt de eerste live meercamera-registratie van een speelfilm ooit. We tellen af. Gaan er mensen meedoen? Is Nederland hier klaar voor? Wat gaat er gebeuren? 6 augustus 2012. 6:30 in de avond. De première van Onder Controle. Thijs, misdaadschrijver, wordt wakker in een ziekenhuisbed. Hij is vastgebonden. Waar is hij en wat is er gebeurd? Nederland grijpt de regie. Een redactie maakt razendsnel een selectie uit een lawine van tweets. Regisseur Martijn de Jong kiest de beste regieaanwijzing. De acteur krijgt zijn instructies. Is dit? De tweets komen steeds sneller binnen en geven de film een bizarre twist. U schrijft bijzonder goed, u schrijft bijzonder levendig. Nieuwe titel, word je hier geil van of zo? Word je hier geil van? Ik wel. Tijd voor de billenshake, tijd voor de billenshake. Hey, hey! Wie is dat, Thijs? In de ontknoping ontdekt Thijs dat hij gedurende de hele film is bespeeld. Alles is voor hem bepaald. Wij hebben controle over je. Nederland heeft controle over je. Na 90 minuten eindigt de film in een ontlading van cast en crew. Tienduizenden mensen kijken en twitteren live mee met de film. Binnen 10 minuten is NFF 2012 wereldwijd trending topic en even zelfs populairder dan de Olympische Spelen. Er worden meer dan 100 tweets verfilmd uit een totaal van 4000 regieaanwijzingen. Dat is anderhalf uur lang, 1 tweet per seconde. Reclamebureau Woedend en WeFilm Productions bedachten samen deze campagne voor het Nederlands Filmfestival. Jouw films, jouw festival. Ik wil niemand een perenijsje.